Het is zaterdag 10 september. We staan hier bij de ingang van Live in Meppel. Eigenlijk is het Kids in Meppel. Nou, dit wordt een geweldige dag. We geven u hier een impressie van. En als dit doen. Hoe heet jij? Thijs. Thijs? Ja. Oké, hoe vind je dit, Thijs? Leuk. Ja? Zou je zelf later wel bij de brandweer willen? Ja. Oké, hartstikke goed, joh. Ik heb hier tegenover me staan Raymond Spijkerman. Jij bent de organisator van dit evenement hier. Iets met zwemmen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Wij zijn een zwemschool. En wij zijn gevraagd of wij hier ook aanwezig zouden willen zijn op het kidsfestijn. Dus we hebben gezocht naar iets met water. Iets wat voor alle kinderen leuk is. Niet zozeer alleen op zwemmen gericht, maar ook op bewegen in water. En dit is het resultaat. Power paddles. In een bak water en kinderen hebben een heerlijk weer vandaag, dus zeggen, inderdaad. Hier. Ja. Maar je woont in Zwartsluis, dit is ook in Zwartsluis, als ik me niet vergis? Ja, klopt. Wij zitten in Zwartsluis, dat is zeg maar 10 minuutjes van Meppel rijden. En wij bieden zwemlessen aan in de omgeving, Zwolle, Meppel, alles wat daar aan kleine plaatsen tussen ligt. En dat is wat wij doen. Oké, dus jullie hebben een vrij groot verspreidingsgebied? Ja, absoluut. Zeg, ik wens je heel veel succes en heel veel sterkte ermee. De kinderen vinden het hartstikke leuk, dat zie je niet nogal. Ja, dit wordt ik denk dat het een enorm succes gaat worden vandaag. En dan is het genieten voor iedereen. Wou ik zeggen. Oké, okay. Dankjewel. Zijn onze collega's hier ook bezig? Onze RTV Meppel collega's, ons de radio. En ik wil eens even weten, hoe ging het eigenlijk zo vanochtend? Om heel eerlijk te zijn kom ik net binnen. Dus misschien moet je even Gustav van de techniek vragen. We beginnen nu net pas met thuis. Wie is Gustav van de techniek? Gustav! Gustav, jij bent hier de hele ochtend al bezig of niet? Ja, ik ben hier vanaf 8:30 bezig met opbouwen. Oké, en hoe ging het vanochtend? Gewoon zorgen dat alles het doet en dat we de radio kunnen gaan maken. Alles deed het ook? Alles deed het. Dus we kunnen gelukkig bezig. Okay. En jullie gaan door tot? Tot 1:00. Okay. Nou, ik zou zeggen succes, hè? Ja. Met de crew hier. Ja, hartstikke bedankt. Okay. Oh, wat zie ik hier? Ik zie hier een zebra op een politiemotor. Hoe heet je eigenlijk? Sarah. Oké, vind je wel hartstikke leuk dit, hè? Ja. Ja, en hoe kom je zo? Vind je dit gewoon leuk om te doen? Of heb je een vader die bij de politie werkt? Nou, ik vind het gewoon zelf leuk om te doen. Oké.
Oké. Nou, leuk. Hartstikke leuk. Perfect. We staan hier nu bij de gymvereniging FC Meppel. Ik heb hier naast me staan mevrouw. Annemieke Kruimer. Annemiek. Nou, die kinderen zijn zeer enthousiast over deze happening hier. Ja, het is ook leuk voor iedereen, voor groot en klein. Ze kunnen heel veel dingen aanleren. Ze kunnen springen. Pak hem even. Ze kunnen springen. Het is voor kinderen? Welke leeftijd? Wij hebben vanaf 1 jaar ouder- en peutergym. En dan kun je doorstromen naar het Nijntje Beweegdiploma. Dat is vrij nieuw. Dat is net zoiets als wat iedereen het zwemles kent. Maar dat leren de kinderen echt de basisvaardigheden met een bal en hinkelen en springen en alles. Ja, en dan kun je doorstromen naar de gewone gym. En heb je talent, kun je doorstromen naar de selectie. En we hebben freerunnen, we hebben dans, we hebben echt alles wat maar in de verste verte met gym te maken heeft. Acrogym. Dat hebben wij in onze vereniging. Nou, heel leuk. Ik ga nu even naar hoe heet jij? Esther. Esther. En hoe lang zit je al bij deze gymvereniging? Denk 6-7 jaar ongeveer. Oh, dat is al heel lang, 6-7 jaar. En wat heb je nou zo geleerd? Wat vind je het leukst om te doen? Nou, ik vind vloer het leukste onderdeel. Want ja, dan kan je gewoon allemaal sprongen doen en salto's maken en zo. Ja. Oké. En hebben we hier ook nog iemand? Nou, en jij heet? Nadira. En hoe lang zit jij al bij de gymvereniging? 3 jaar. Hoeveel? 3 jaar. 3 jaar. Oh, nog niet zo vreselijk lang. Nee. Maar wat vind jij het leukst om te doen? Ook vloer, want dan kun je sprongen doen en dansen en dat is heel leuk. Oké. En jullie hebben zo net ook eventjes iets leuks gedaan, hè? Ja. En dat vind je ook leuk om te doen? Ja. Ja, eigenlijk alles wat maar beweging is, dat vinden jullie leuk, denk ik, hè? Ja. Ja, oké. Zeg, succes vandaag, hè? En bedankt. Oké. Ik wil jou eens iets vragen. Wat doe jij eigenlijk op dit moment? Ik zit gewoon even iets te doen. Ja, en wat dan? Wat kun je allemaal doen dan? Ja, ik zit hier gewoon maar wat te doen. Gewoon even te kijken hoe het werkt enzovoort. Ja, ik weet niet hoe het werkt. Ik snap er helemaal niks van, maar ik doe gewoon iets. Oké. Nou ja, misschien dat mensen dat wel weten. Misschien dat die mensen dat daar wel weten. Moet eens even kijken. Ik zal die mensen ook wel eens even vragen. Oké. Ja, ik hoorde iets van zo... Ja. Maar ik dacht dat het van de koptelefoon was, maar dat was gewoon daarvan. Oké. En omdat ik de koptelefoon op had, was het gewoon een soort ander stemmetje of zo. Oké. Nou, ik zal eens even vragen. Ja? Jij zit hier bij dit gedeelte hier. Wat kunnen de kinderen hier doen? De kinderen die krijgen eigenlijk de basisvaardigheden van een DJ te leren. Oh, de basisvaardigheden als DJ, oké. Scratchen, equalizen, beatmatchen, komt allemaal kijken. Het is natuurlijk lastig om in een hele korte tijd echt de DJ te leren, maar ja, we leren gewoon zoveel mogelijk. Ah, ben je dan zelf DJ? Ja, ik ben zelf ook DJ. Oh, ja. Hier in Meppel? Nee, gewoon door Nederland. Gewoon door heel Nederland. Ja. Yo, just sing up, here is the story. About a little guy that lives in the whole world. And all day and all night and everything he sees. Nou, we zijn hier bij het lasergamen. Dus een aantal kinderen zijn al bezig. Ik heb hier naast me staan Sonja Gordijn. Zij is eigenares van de Vlindertuin. Nou, Sonja, wat is precies de Vlindertuin? De Vlindertuin is een kinderdagverblijf van 0 tot 12 jaar. Het is voornamelijk gericht op flexibele opvang. Uiteraard ook voor mensen die vaste opvang nodig hebben. Flexibele opvang houdt in mensen die werken in de horeca, ouders die werken in de gezondheidszorg. In ploegendiensten, je kan het zo gek niet bedenken en mensen hebben wisselende tijden met werken. En dat kan soms elke week anders zijn, elke maand anders, elke dag anders, andere tijden. Dat kan bij ons en daar spelen wij op in. Mensen kunnen het een maand van tevoren doorgeven, maar ze kunnen het ook een dag van tevoren doorgeven.
En het kan altijd, omdat wij het organisatorisch zo in hebben gericht, dat er altijd plek is. Oké, okay, als mensen googlen Vlindertuin Meppel, komen ze dan bij... Vlindertuin Meppel komen ze zeker bij ons. Flexibele opvang komen ze ook bij ons. Ja, absoluut. Okay, ja. Nou, zeg, hartstikke bedankt. Ja, succes. Ja, dankjewel. Okay. Hoe heet jij eigenlijk? Marvin. Ja. Oh, oké. Okay. Maar je ziet er heel mooi uit. Weet je al wat je bent? Ja. Wat dan? Nou, Spider-Man. Ja, Spider-Man, inderdaad. Hartstikke goed. Nou, je ziet er heel mooi uit, hoor. Kom op, haal alles uit de kast. Jullie kunnen dit. Goed zo. Doe alsof je in de kroeg staat met 6 biertjes. Alsof je in de kroeg staat met 6 biertjes. Denk het er gewoon even bij. We staan hier bij de ziekenauto en ik heb hier tegenover me staan Christina Westerbeek. Christina, is het een beetje druk vandaag? Ja, het is behoorlijk druk, vind ik. Het gaat met vlagen natuurlijk, maar over het algemeen komen veel kindertjes even kijken hoe het een ambulance er van binnen uitziet. En wat ik wel mooi vind is om te zien dat ze eerst zoiets hebben van oeh, gut, een ambulance. Maar als ze één keer de drempel over zijn, dan vinden ze het mooi om de binnenkant te bekijken en soms wat vragen te stellen. Zeg, hartstikke bedankt en succes vandaag. Ja, bedankt. Okay. Dag. Jongens en meisjes. Dames en heren. Hier is... Alessandro! Goedemorgen, Deadpool. Ik wil iedereen naar voren zien komen en twee handen in de lucht doen en klappen me mee. Gooi die handjes in de lucht, klap je weer mee. Gooi die handjes in de lucht, klap je weer mee. Deadpool, daar gaan we. Was ze nou blond? It was good en dat plaatje was rond. Ik tweet ervan, Latina is the one. Samen hand in hand op een wei of een restaurant. Helaas is het een droom en heb ik nog geen meid. Maar toen zag ik er lopen met mijn droom, die werd een feit. En rest toen ze, wou ik zeggen tegen haar. Oh, maar helaas, ik ging het niet voor mekaar. Maar in mijn droom is zij mijn prinses. En andere meiden denken niet wat zij is net. En het is echt, ik praat met mijn corazon. Geloof me chica, voor jou ben ik the one. Je bent de bom, ik zal eeuw van jou. De meppel, twee handen in de lucht, let's go! Voor ons zit het erop. We hebben een hele leuke dag gehad. En ik hoop dat we hier een goede impressie hebben gegeven voor deze dag. Het weer zat natuurlijk geweldig mee. Ik wens u verder nog veel kijkplezier.